onze eisen zijn ingewilligd, blijven we hier staan. Bij het distributiecentrum van C1000 in Woerden is vanochtend een wilde staking ontstaan. De onderhandelingen over de werksfeer, het inhuren van derden en het respectvol omgaan met medewerkers zijn stuk gelopen. De wilde staking van vanochtend ontstond volgens het personeel door een nieuw geval van discriminatie op de werkvloer. Er was een jongen hier beneden op de emballageafdeling, die komt naar mij toe gistermiddag. Hij zegt, joh, ik word gediscrimineerd. Ik zeg, nou in welk opzicht? Hij zegt, nou, hij zegt, ik word uitgemaakt voor luie hond en zwarte aap. Ik zeg, nou, ik zeg, wie doet dat? Ik zeg, een van mijn teamleiders. Ja, oké, dat gaan we niet accepteren natuurlijk. Wij willen ook verder werken met een beter chef. Maar niet een chef die wil jou alles voor jou pieken. Gelden gaat hij achteruit en straks zie je niks. En wat ga je die kinderen geven? Niks. FNV-bondgenoten heeft zich bij de staking gevoegd om deze te structureren en in goede banen te leiden. Ook voeren zij de onderhandelingen met de directie van het distributiecentrum. Uit deze onderhandelingen is vooralsnog geen passend compromis gekomen. Dit werd rond 12 uur vanmiddag aan de demonstranten medegedeeld. Tot dusver is er dus nog geen resultaat. Dus we willen jullie vragen om hier nog te blijven staan. Ja! Wij gaan door tot het einde! Wij hoeven niks naar achter! Wij gaan gewoon voor everybody! Vrachtwagens, medewerkers en uitzendkrachten die voor C1000 werken, mogen het terrein niet op of af. Leveranciers en klanten worden wel toegelaten door de stakers. Om 2 uur wordt drukte verwacht omdat het personeel van de avondploeg zich dan zou aansluiten bij de stakers. Of er voor die tijd of vandaag een compromis komt, is voor nu nog niet duidelijk. We gaan door! Die gaan de hele week hier doen. Moet goed antwoord geven, anders wij gaan hier blijven. Gaat nooit weg hier.